Hi, goedenavond. Dit is Chabot van de Oost, de kleermaker in Amsterdam op de Overtoom. Ik kreeg vandaag een mailtje binnen vanuit Marokko, Casablanca. Omtrent stoffen tweed wil meneer bestellen. Nou, dat kan. Die gaat het gebruiken niet voor gebruikelijke kleding. Dus jasjes wat je merkt, rokken, broeken, allerlei mooie projecten. Die gaat het meer gebruiken voor islamitische kleding. Dus een chamis, een djellaba, een dashiki. Ideaal daarvoor te gebruiken. Zware stoffen, mooie kleuren, totaal sunnah, volledig uniek. Maar we gaan nu vandaag toch eens even verder kijken naar tweed, want er is niet tweed en dat staat dan voor alles. Er zijn heel veel verschillende soorten tweed. Laten we beginnen met deze weverij. Volgens de Sherry, dit is natuurlijk de allerbekendste Harris tweed, woven by hand in the Western Isles of Scotland. Vragen zelfs bij sommige mensen, moet dat dan eigenlijk niet in de eilanden boven Schotland gemaakt worden? Daar heb je alweer een eerste discussie. Harris tweed is eigenlijk wat we allemaal wel kennen vanuit opa, om het zo te zeggen. Stevige stof, natuurlijke stretch zit erin, kan niet kreuken, zie, dat is dan weer zo'n voordeel. Ideaal om te dragen door middel van de vele kleuren, vezels die erin zitten, ideaal ook te combineren. Dus niet alleen voor een hele klassieke outfit, een mooi jasje, een mooie broek, maar ook juist in een moderne fashionstijl. Op een spijkerbroek kan het vet staan. Als dame zijnde een mooie blouse erop, maar dan een rok in tweed. Mooie hakken eronder, whatever. Dat is classy. Moet je wel durven. Dus dit is een Harris tweed. Nou, zware stof inderdaad. 470 tot 500 gram. En je ziet vele kleuren. Dit zijn de classics natuurlijk. Hè. Je zit altijd bovenin. Alle tinten blauw, maar ook een moderne blauw zit erbij. De purper kleuren. Vet, roze, wat je wilt. Kan allemaal. Nou, hier heb je de grotere patronen. Ben ik zelf minder fan van. De Nederlandse markt ook. Maar we hebben natuurlijk heel veel soorten mensen in Nederland wonen. En ook daarbuiten. Dit is trouwens wel een hele vette. Een soort van zeeblauw met een grijs kruis erin. Why not? Dit is tweed. Laat wel tot je broek voeren. Want anders gaat het kriebelen. Goed, dit is één soort tweed. Gaan we door even met nog een boek van Holle de Sherry. Nou, misschien heb je de vorige video al gezien. Die ging over broeken. En die komen volgens mij uit dit boek. Sherry tweed. Wat is Sherry tweed? Zit er dan Spaanse alcohol bij? You never know. Ik drink niet, ik weet het niet. Ziet er ook grof uit, maar is veel zachter. Veel zachter. Dus het draagt anders. Het valt anders. Ander kleurgebruik dus ook. Gewicht is ook veel lichter. 340 gram. 100% wool made in England. Die 11 ounce is wat ik je altijd adviseer om elk pak van te laten maken. Niet die hier is geweest. Kijk, je ziet toch wel ook wel die moderne prints. En er zit altijd structuur in die boeken. Ze beginnen met een blauwe stof, groot kruis eromheen. Dan gaan ze het een beetje verdelen en dan gooien ze het helemaal door elkaar heen. Zo kan je gewoon spelen. De een houdt van krachtig, de ander wil het anders. Nou, je ziet hier de klassiekers natuurlijk ook weer. Je visgraten in het grijs, in het blauw, in het roze. Wat je wilt. En kijk, hier heb je dus die Donegal tweeds. Die zijn wat compacter geweven. En ik hoop dat Amy dat met de camera kan zien. Je ziet dus in die stof allemaal varianten zitten. Waar je dus heel makkelijk kan combineren met sieraden, met andere kleuren, met je huid en met je haar. Altijd een goede keus. En bijvoorbeeld zo'n ja, okerachtige vet mahoniehout. Dat zijn niet de termen die je normaal hebt. Als je van de jeans bent, kan natuurlijk ook. En die balletjes die er dus in zitten, daar gaat het allemaal om, die knaps. Daar koppel je die kleuren mee aan elkaar. Prachtig spul. Doet het altijd erg goed. Wat is het gewicht daarvan? Ook weer die 340 gram. Nou, dit is trouwens die, even de vorige video kijken, maar die broek, wie voor die broek gebruikt is. Een grijze. En dit is de blauwe van Holle de Sherry. Dus dan heb je ook even gezien hoe dat uitkomt. Mooi spul. Daar maken we ook, behalve broeken, veel trouwpakken van. Een beetje die Peaky Blinders stijl, et cetera. Er worden vesten van gemaakt. Kan je alles mee doen. Kan alles mee doen. Goed, dus het waren even al twee soorten tweed. Ah, tweed nummer 3. De Moorland tweed. Traditional worsted country suiting. Is dat dan nog tweed of is dat gewoon, ja, een pakkend stof? Dat is dus een beetje discussie daar in deze video. Boeit mij niet hoe je het wil noemen. Als je het zijde wil noemen, dan vind ik het goed. Een stof die ook 340 gram is, maar toch een stuk compacter lijkt. Dat komt dus door het behandelingsproces. Worsted heet dat. Ja, kijk eens, wel een klassieker. Dit gebruik je meer voor inderdaad ook weer jasjes of pakken. Golfbroeken maken we ervan, et cetera. Dus als je echt een keer iets moois wil hebben, iets wat klassiek is, als je dat durft, ja, dan moet je in zo'n boek terecht gaan. Natuurlijke materialen, en dat zie je ook weer, kunnen niet kreuken, vallen mooi. Daar kan je goede kleding van maken. Drie types tweeds al van één firma, Holland & Sherry. Gaan we door naar de volgende. Richard Lunn, Bateman & Ogden.
Het is een van mijn favoriete boeken dit. Glenn Hunt, hebben we ook grote lappen stof van liggen, jasjes van hangen, et cetera. Is eigenlijk ook weer zo'n ST-tweet. En deze is alleen 500 gram, dus nog zwaarder. Weer met een andere manier geweven, gemaakt. Zoals dit, de barleycorn. Ja, vette kleur. Olijfgroen, is ook erg fashionable. Forest green. Dus alle klassiekers vind je erin terug. En ja, hier kan je hele mooie dingen gewoon mee maken. Wat wel altijd raadzaam is om even goed na te denken. Kijk, maar die ruiten, die moeten goed aansluiten op elkaar. Dan heb je wel extra stof nodig. Dat kost dus ook extra geld. Sommige mensen zijn er verbaasd. Ja, dat is single custom productie, meneer. Bugatti is een confectieauto. Hè? De Bugatti Voiture Noire, de zwarte wagen betekent dat. Ja, daar is er maar één van, dus die kost 18 miljoen en een Chiron 3. That's the difference. Dus een ST-tweet van Bateman en Ogden. Dan hebben ze hier een wat apartere, dat is een Argyle-tweet. En dan hebben we ook nog die Town & Country stoffen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat je net zag, maar dan echt meer op een pakkengewicht. Dus als je een pak wil hebben, maar je wil eruit zien alsof je nou Engelsman bent. Maar dan met een mooie moderne snit, of juist een hele wei, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je hier een uitstekend terecht. Allemaal gemaakt in Engeland. Een stukje kennis en kunde. Kijk, een Argyle-tweet ziet er weer veel pluisiger uit. Maar is dus niet zo hard als bijvoorbeeld die Harris tweet. Nou, hoe komt dat? Laten we ook eens even gaan kijken. Het is 100% wol, maar ja. Die komt dus weer van een groep schapen in Australië, de Merino schapen. En die hebben gewoon door het water daar en door ja, inmiddels generaties die beesten gekweekt hebben, zachtere vezels. Dus hij ziet er pluizig uit, maar draagt gewoon lekker zacht. Maar je dan wel rekening mee moet houden, als je dat heel strak wil hebben, dat je natuurlijk ook een beetje op een gegeven moment die stof uitrekt. En dit is trouwens wel een bijzonder fraaie kleur. Merlot rood. En je ziet heel veel ruiten. Heel veel ruiten en visgraten. Dus in dat opzicht wordt dit wat vaker voor jasjes gebruikt. En die planes dan achterin, die worden dan, zie je ook weer hier, dat wezel, die schuine draad, net zoals je spijkerbroek en twil. Dat is dan weer voor je broeken. Dus nog meer rood. Goed, dus dat is Bateman. Nou, en ieder die echt iets van tweet weet, die kent deze partij natuurlijk helemaal. Abraham Moon. Trouwens nog een heel klassieker, maar dit doet flannel. Gaan we ook wel een keer doen, Fox flannel. En dan kom je bij de heer Winston Churchill uit. Dit zijn de partijen die de stoffen hebben uitgevonden. This is the one and only... Wat is het? Air Force Blue, hè? Ja. Dat is hem. De originele. Waarom? Ja, zo donker en desastre ziet het dus van de grond in Engeland uit. De lucht. Check. Dan kun je die vliegtuigen niet zien, hè? Goed. Waar is dit van gemaakt? Ze hebben vier stuks. Ze hebben er een van een Shetland. Dat is dus waar het beestje vandaan komt. Shetland-eilanden. Ik had er het bij het begin al over. Die hybrid-eilanden. Plain weaves en herringbone. Dit is dus een plain weave. Elke kleur van de regenboog. Tobacco is heel vet. Zit erin. Kan je de mooiste kleding mee maken. Broeken, vesten, rokken, jasjes. Wat je wilt. Je visgraat erbij. Het slijt niet. Het blijft mooi. Het valt mooi. Ultimate stuff. Nice. Wil je het nog zachter? Dan ga je natuurlijk naar de lamswol. Is wat fijner, hè? Dat zie je ook gelijk aan de tekening. Lamswol is heel zacht, dus vooral die aardtonen erin. Alle tinten groen, terracotta, noem het maar op. Huh? Voor het Nederlands elftal was dit burnt orange. Ja, dat vind ik altijd mooi, dat ze altijd van die mooie codes daarbij hebben. Dus hoe heet dit nou inderdaad? Dit is... Rust. Rust. Geen idee waar het staat. Oké, het zal. Het is Rust. De cameravrouw die kan ook spreken. En dit is dan de color khaki. Ik zou er wat anders onder verstaan, maar zo doen. Hè? Engeland rijden ze ook links. En Boris Johnson is premier. Shetland Twills. Dat is toch weer wat anders. Hè? Die andere waren plain weaves en herringbones. Dus dat zijn stofpatronen, weaves. Ja, een twill is eigenlijk gewoon altijd het sterkst. Dus dat is het meest basic stuff. Kun je alles mee maken. Mooi. Mooie kleuren. Dus een keer zelfs op je... noem ze wat. Dat is ook wel grappig, hè? Die Queen of England, Elizabeth. We zullen eens kijken hoe lang die dame nog te gaan heeft. Ik denk nou van die bankbiljetten die gewisseld moeten worden. Dus ik collecteer ze nu, de laatste drukken. Die draagt dit soort tinten, dus dat kan ook gewoon. Ook in je tweet. Goed. En dan gaan we naar de laatste om even die tweet-impressies te geven. En er is nog veel meer. Dit is dan weer een tweet voor coats en jackets. Sports. Dat is wel grappig. Een jacket bestaat niet echt in het Engels. Het is een sports jacket. Een blazer is een bepaald type double-breasted genoemd naar een bootblazer. En een coat, een topcoat is tot boven de knie en een overcoat is over de knie, basically. Ook hier weer gewoon ja, je klassieke tonen. En dat is juist leuk om dat te mixen en matchen. Dus ben je jong, gebruik dan in een beetje oudbollige stoffen, maar met een moderne snit.
bent u ouder, hè, heeft het leven wat meer begrepen, ja, dan kunt u het natuurlijk gewoon toepassen zoals u dat wilt. Het kan zijn dat u denkt van, nou, ik ben nu 70 of 80, maar ik laat een pak maken als toen ik 18 was, maar dan in een mooie stof uit die tijd. Ja, bijvoorbeeld deze vind ik wel zeer gedistingueerd, hè, deze visgraat, zeer fraai. Een soort van mokka erbij, et cetera. Ik zou zeggen, genoeg impressie voor tweet vandaag. Vele mogelijkheden bij de Osby Spooktethering. Mijn naam is Chapal en ik wens u een hele fijne avond. Tot ziens.